En leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. En ik heb echt iets heel leuks aan. Wacht, dat wil ik laten zien. Kijk. Mijn nieuwe badjas. En deze heb ik gekocht op advies van Saske. Dit is namelijk een linnen badjas. Dit is niet gesponsord of iets hoor. Maar ik kocht deze bij de H&M. En deze ziet er een beetje uit als een badjas die geen badjas is. Dus deze kan ik legaal dragen overdag. Zonder dat ik me dan moet schamen als ik de deur open doe voor pakketbezorging of iets dergelijks. Maar goed, kan allemaal wel leuk en aardig in deze badjas gaan zitten. Maar ik ga er wel op uit, want ik ga namelijk naar de stad. Ik moet een cadeautje halen. Nou ja, ik moet helemaal niks. Ik wil een cadeautje halen voor Chloe. Binnenkort jarig? Zeg ik dit nou goed? Of is ze al jarig geweest? Oh, wat erg dit. Kijk, dit is dus de enige reden waarom ik dus nooit Facebook kan verwijderen. Ik weet gewoon geen verjaardag van niemand niet. Zelfs van mijn beste vrienden niet. Dus Chloe, mocht je dit zien? Ik denk het niet. Maar mocht het zo zijn, morgen is ze jarig. Oké, nou, thanks Facebook voor saving my life. Waarvan ik wel weet dat ze al jarig is geweest, is Mariette. Die is namelijk vorige week jarig geweest. En daar wil ik ook nog even een cadeautje verkopen. En mocht ik ook nog onderweg iets tegenkomen voor Evie, want die wordt binnenkort 1. Dan neem ik dat ook meteen mee. Ik heb wel een heel leuk idee voor een cadeau voor Chloe. Ik heb het idee voor Chloe om een fles goede olijfolie te halen. Omdat ik denk dat dat ook iets is waar je echt iets aan hebt. Dus ik ga naar zo'n olijfoliewinkel. Die zit in Nijmegen bij de Mariekestraat. Wat ik voor Mariette wil halen, weet ik nog niet precies. Ik wil wel nog heel veel langs de Body Shop, want ik hoorde dat ze daar een pumpkinlijn hebben. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. En om te vragen of ik cola drink uit een wijnglas, het antwoord is ja, want ik lust geen wijn. En ik vind de wijnglazen wel dus heel mooi. De enige reden waarom ik het soms haat dat ik niet echt een fan ben van wijn, is omdat ik het wel chic vind staan, zo'n wijnglas of zo. Wie heeft bepaald dat je daar wijn uit moet drinken als je er ook cola of water uit kan drinken? Oké, goed, ik ga me omkleden. Oh, en terwijl ik dit tasje in mijn tas stop, wil ik nog heel snel op iets terugkomen. Ik kreeg best wel wat kritiek naar aanleiding, terechte kritiek trouwens, naar aanleiding dat ik een beetje lacherig deed over het meenemen van een boodschappentas als je gaat shoppen. Ik heb daar helemaal niet op die manier over nagedacht, dat het in principe natuurlijk hetzelfde is als op deze manier een tasje meenemen. Dit doe ik best wel vaak, maar ik neem niet per se een boodschappentas mee. En ik kreeg het idee alsof het een uitstraling gaf dat ik daar de hele toko leeg ging halen. Net alsof je een spreekwoordelijke aanhanger meenemen voor het shoppen. Zo zag ik het. Maar ik werd daar heel terecht op aangesproken, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. En ik wil daar in ieder geval over laten weten dat ik daar gewoon, ja, dat heel onderdacht was. En dat het nergens op slaat. En de mensen die dat juist wel doen, hebben me doen laten realiseren dat het eigenlijk heel verstandig is om zo'n tas mee te nemen. En er is inderdaad niemand op straat die denkt van, goh, daar loopt een meisje met een boodschappentas. Dus, nou ja, sorry daarvoor. Ik werd er heel terecht op gewezen en pas op het moment toen ik erop gewezen werd, realiseerde ik me wat een domme uitspraak ik eigenlijk deed. Maar goed, dat deed me wel meteen herinneren aan het feit dat ik dus wel nu een tas meeneem. Omdat ik het onzin vind om iedere keer plastic tasjes te kopen. Ja, dus die stoffentasjes zijn top. Oké, ik ben geslaagd. Ik heb echt een superleuk cadeautje voor zowel Chloe als voor Mariette. Want ik liep in die winkel en ik dacht, nou, dit is het gewoon. Dit is waar je mensen blij mee maakt. In ieder geval, binnen mijn vriendengroep houdt iedereen enorm van eten en van koken en van dat soort dingen. Dus dat is helemaal top. Dan ga ik nu even mijn lens ophalen en heel even de pumpkin spice. Ik zeg wel spice, het is pumpkin lijn bij de Body Shop bekijken. Dan ga ik daarna weer terug om die spulletjes op te halen, omdat het allemaal glaswerk is en zo. Dus het is handiger als ik dat straks even ophaal.
Ja, ik vind die kleur heel mooi. Maar hij is echt... mijn oog viel er vanuit daar al direct op, ja. En ik vind het leuk dat hij gouden details heeft. Stil geen pumpkin spice pepernoten bij Van Delft. Pas in oktober, so you know. Oh, ik zweep me helemaal de tering. Zo te zien ben je met een workout bezig. Nou, inmiddels niet meer. Zo voelt het wel. Oh, het is geen herfst, jongens. Wat heb ik eigenlijk gekocht? Oh ja, ik heb twee dingen gekocht. Of in ieder geval bij twee winkels. Ik heb mokken gekocht. Zoals jullie weten ben ik dus bezig met het veranderen van mijn servies. Ik heb laatst mijn hele servies, wat ik destijds kocht toen ik uit huis ging... bij de kringloopwinkel ingeleverd. Oh, ik zie nou pas dat deze groen is. Maar goed, nou ja, vind ik ook leuk. Ik heb een handdoekje gekocht bij de Sissy Boy. Ik wilde er in eerste instantie wilde ik er eentje kopen. Omdat ik dacht van ja, ik vind het gewoon echt wel een super mooie mok. Maar moet ik er dan twee kopen meteen? En toen dacht ik van... ik heb volgens mij die fout eerder gemaakt dat ik dan één koop. En nu heb ik ook één mok van de Dylan Camilla. Waarvan ik bij mezelf denk, waarom? Je kunt er beter twee kopen, maar kijk even hoe leuk is deze mok. Daarnaast heb ik mijn lenzen opgehaald. En ik heb natuurlijk die cadeautjes gehaald. Dit heb ik gekocht voor Chloe. Ik wilde dus eigenlijk één hele goede olijfolie kopen. Omdat ik weet dat Chloe het leuk vindt om te koken en het leuk vindt om lekker te koken. Iedereen vindt het leuk om lekker te koken. Ik vind het leuk om vies te koken. Ik kwam op dit idee omdat ik een tijdje terug een video had gekeken van Teske. Die voor vrienden volgens mij toen ook een olijfolie cadeau gaf. En toen dacht ik, hé, dat is zo leuk. Dat is iets waar ik niet per se aan denk als ik een cadeautje moet zoeken. Maar ik dacht, dat is echt wel een heel leuk cadeau. Maar ja, goed, ze hebben zoveel verschillende olies. En de een houdt natuurlijk van iets anders als de ander. Ik ben gek op knoflook. Ze hadden ook een truffelolie. Die wilde ik eigenlijk ook. Maar om meteen twee flessen te kopen vind ik een beetje overdreven. Maar knoflook sowieso. Ik hou van knoflook. En toen zag ik dus dit. Dit is dus ook echt een cadeauverpakking. En hier zitten allemaal verschillende olies in. En azijnen. En hierin zit. Want je kon die dus ook zelf kiezen. Marc de champagne azijn. Granaatappelazijn. Peer-abrikoosazijn, basilicum-olijfolie, die schijnt heel lekker te zijn voor salades en zo. En peper-olijfolie. En ja, los van het feit dat dit er echt super leuk uitziet, is dit denk ik wel een heel leuk cadeau. Dus ik hoop dat ze daar blij mee is. Ik heb voor mezelf ook een olie gekocht. Nou ja, ik hoef niet uit te leggen welke. Volgens mij heb ik dat net al 13 keer gezegd. Maar ik heb dus een olijfolie knoflook gekocht. En ik zat nog te twijfelen om zo'n mooie fles erbij te kopen. Dat je die olie zeg maar kan overgieten. Dat vind ik echt super mooi staan. Maar ik dacht, dat zijn dus van die dingen die ik kan opschrijven voor de feestdagen die er straks weer aankomen. Je weet nooit wat je moet vragen. En nou ja, zo'n olijfoliefles is een leuk cadeautje om te krijgen. Dus ik dacht, ik heb 27 jaar zonder geleefd. Dus dat kan ik nu ook. Ondanks, ik ben echt heel ongeduldig. Dus ik wil altijd alles meteen hebben. Ja, ik dacht dat is leuk om op mijn verlanglijstje te zetten. Voor als we Sinterklaas gaan vieren of kerst. Ik heb zojuist bedacht dat ik richting avond ga filmen. Omdat het licht dan gewoon het mooiste is. Ik vind het licht nu heel fel. En ik ga ook niet met gordijnen dicht filmen. Dus dat ga ik vanavond doen. Ik wilde jullie dus heel veel vragen om een tip. Ik wil dus heel graag een nieuw dekbed overtrek. In een terracotta kleur. Dat is dus zeg maar deze kleur. En ik wist dat vorig jaar Hema. Alleen die kan ik niet meer vinden. En ik kan er mijn H&M niet meer vinden. Die had hem volgens mij ook. Nou zit ik in twijfel. Want ik heb het wel bij Jumeco. Als ik het goed uitspreek. Jumeco Amsterdam heb ik echt de perfecte gevonden. En ook mijn hoeslaken erbij. En zij verkoopt volgens mij satijn katoen. Maar goed, mijn vraag is of jullie die misschien ergens hebben gezien. En of je me kan tippen daarnaar. Want ja, Hema prijzen zijn wat meer
binnen mijn budget. Al twijfel ik wel hoor, want ik denk... Je kan niet als mama aan het filmen is ineens zo hard je neus ophalen. En al helemaal niet in deze tijd. Dat is echt een beetje vies. Ook al zit ik alsnog wel in twijfel om die duurdere variant te kopen. Omdat de kwaliteit natuurlijk ook beter is. Maar ik hou graag alle opties open. Dus als je een tip hebt, let me know. Volgens mij heb ik nou dus iets anders gedaan in de instellingen van mijn camera. En stond die de hele tijd op schaduwkleur. Dus daarom was het de hele tijd een beetje gelig licht. En nou heb ik het idee dat dit veel meer het werkelijke licht is. Veel realistischer licht dan wat het net is. Trouwens, ik heb mijn extensions uitgedaan. Die liggen hier op de stoel. Wat een gezicht. Maar ja, want ik dacht ik ga mijn haar straks... Mijn haar was helemaal in elkaar gezakt. Ik snap... Ik kan zo mooi mijn haar doen met die Dyson Airwrap. Maar om het echt in dat model te laten, dat is nog echt een uitdaging. En ik zag Dionne het gisteren combineren met een normale krultang voor je extensions. En dan de Dyson Airwrap voor je eigen haar. Misschien dat ik dat een keertje moet proberen. Of dat ik daar strakjes mee even ga kloten. Of dat ik dat nu gewoon ga doen. Misschien ga ik dat nu wel gewoon doen. Ik heb nu toch niks beters te doen. Ik ben vlogs aan het kijken, maar dat kan ik ook tijdens doen. Dat ik mijn haar heel even weer ga krullen met een ouderwetse krul... Ouderwetse. Met een oude, gewoon een normale krultang. En dan mijn haar ga doen met het gewoon het bovenste gedeelte voor de volume echt met die Dyson Airwrap. Ja, ik spuit er haarlak in. Een droog shampoo. Het beste werkt het als mijn haar gewoon een beetje viezig is. Maar ik heb het nu maandag gewassen en het is nu al donderdag. Dus in principe zou ik moeten blijven zitten. Maar ik blijf gewoon bij mij niet zitten. Ik kan ook gewoon door mijn haarkwaliteit komen. Oké, ik ga even aanlopen kloten. En eten aan het koken en ik heb laatst iets ontdekt wat zo intens lekker is dat ik vind dat iedereen dit mag weten. En ik heb net heerlijk deze wrap heel veel opgebakken in de koekenpan met een klein beetje olijfolie. Je kunt wraps ook opwarmen in de magnetron van de oven, maar nu wordt hij echt een beetje krokant, dus dat is echt super lekker. Maar dat is niet mijn geheime tip. Dit is echt een fantastische combinatie. Crème fraîche met ketchup. En dan hoor ik je misschien denken, wat? Deze twee samen? Maar echt, als je de helft, zeg maar ongeveer 15 gram van de ketchup erop doet. En dat ook van de crème fraîche. En je laat dat in elkaar overlopen. En je vult hem dan verder met, nou ja, ik heb toevallig nu een vegetarische kip gemaakt. Met een uitje en wat knoflook en paprika en sla. Maar het zal ongetwijfeld ook super lekker zijn met gehakt. Maar de combinatie van crème fraîche samen met ketchup... Thank me later. En dan is dit het eindresultaat. Je kan letterlijk alle groenten die je nog in huis hebt erin gooien. Het is een heel simpel recept. Maar het is super lekker en makkelijk. Voor als je alleen bent of even snel iets wil klaarmaken of zo. Ik ga nu heerlijk eten en ondertussen wat video's terugkijken. Van alle video's die ik nog gemist heb. De afgelopen tijd heb ik echt weinig YouTube gekeken. Dus ik ga nu wel even het een en ander inhalen. Ik heb net een video opgenomen. En ik ga hem meteen editen. Hij gaat dus wel online komen. Ik denk wel dat ik, ja, dat ik het wel tof vind om dit te delen. Mocht je je afvragen wie er zo aan het schreeuwen is op de achtergrond. De Scappert. Ze zit ondertussen Wie is de Mol te kijken terwijl ik aan het editen ben. Ja, dit is hoe ik met mijn vriendinnen omga. Wij zetten elkaar gewoon op FaceTime en dan doen we ieder ons eigen ding. Ik heb dus de video opgenomen. Ik denk echt dat die super interessant is. Ik kan nou trouwens wel vertellen waar het over gaat. Want ik ga hem dus ook online zetten. Maar ik heb dus een reading gehad over mijn geboortehoroscoop. We hebben allemaal een sterrenbeeld. Maar los van het feit dat je een sterrenbeeld hebt. Wat je zonneteken is. Heb je ook een maanteken. En staan er allemaal planeten in allemaal huizen. Wat allemaal iets zegt over jou. Nou goed, mocht je dat interessant vinden. En een beetje... interesse hebben in astrologie en een beetje spiritueel ingesteld zijn, dan raad ik je aan om die video te kijken. Hij is echt super interessant geworden. Ook al gaat hij wel echt degelijk over mij. En dat is ook de reden waarom ik heel even twijfelde van ja, ga ik dit dan wel online zetten? Want het is echt super persoonlijk. Anderzijds dacht ik,
Ik heb de woorden niet gezegd die hier op papier staan. Of ze nou wel of niet kloppen. Nou, kan je vertellen. Geloof klopt alles. Maar ik heb ze niet op papier gezet. Dus de dingen die geschreven zijn. Ja, dat zegt inderdaad wel veel over mij. Maar ik zeg dat niet over mezelf of zo. Daardoor voelt het wat. Ja, ik weet het niet. In ieder geval, ik heb besloten om het te delen. Een bijzonder aan het verhaal was wel dat ik in eerste instantie met mijn compactcamera wilde filmen. Omdat ik het licht heel mooi vind. Soms vind ik het licht wel mooier van die compactcamera dan van, van deze dus. Van mijn spiegelreflex. Maar mijn camera was weer oververhit. Net zoals vorige vlog die ik heb geüpload. De vlog hiervoor had ik het er ook al over. Dan krijg ik ineens een cameraatje in beeld. Een rood cameraatje met een kruis er doorheen. En dan moet ik hem dus afsluiten. En op het moment dat ik dan weer opnieuw wil filmen, staat uw camera's oververhit. Schakel hem uit om sneller af te koelen. Bla bla bla. Allemaal prima. Maar dan heb ik echt. Ik spreek gewoon echt letterlijk over nog geen 5 minuten filmen. En ik vind niet helemaal dat dat hoort bij een nog relatief nieuwe camera. Want zo lang heb ik deze nog niet. Dus ik ga heel even informeren met Canon. Want ik heb deze camera toen in die tijd van hun gekregen. Of mijn camera misschien kapot is. Of waar dat dan aan ligt. Ik ga nu editen, want ik zit gewoon lekker in de flow. Dus ik heb gewoon zin om deze video alvast te gaan editen. Ondanks dat het nog wel even duurt dat hij online komt. Want deze vlog komt eerder. Of niet. Ik weet het eigenlijk niet. Oké, goed. Ik ga editen. Dat is het moraal van het verhaal. Wow, ik heb de vlog geëdit. Vlog, video. Om daar even een beetje een beeld van te geven. Ik heb die video opgenomen om... Hoe laat was het? 5:30 of zo. En ik denk dat die om 10:00 af is. En dan heb ik echt onafgebroken... Pip, kom eens hier! Goed zo. Goed zo, schatje. Je moet niet zo stout zijn. Ik weet niet meer wat ik wel zeg, ik ben moe. En nee, nu zit hij dan in de render, maar dat gaat heel snel. En dan moet hij nog in de upload, dan moet alles nog ingesteld worden, bla bla. Maar ik ben daar wel heel blij mee. En ik heb zojuist besloten, eigenlijk zou deze vlog op vrijdag online komen. Maar nu bedacht ik me dat ik het denk ik leuker vind om die video te uploaden. En dat, dat deze vlog dan verschuift naar dinsdag, op de dag dat je hem kijkt. En dat betekent dan ook dat ik gewoon kan vertellen welk cadeautje ik voor Mariette heb gekocht. Aangezien ik dat al heb gegeven op het moment dat deze vlog online komt. Dus, ik heb het namelijk hier verstopt. Dit hele leuke cadeaupakket om zelf kruidenboter te maken. Met ook een bakje waar je de kruidenboter in kan doen. En lekkere dipjes om die kruidenboter mee te eten. En ik vond het zo leuk. En ik weet dat Mariette houdt van stoppen met kruidenboter. Zij is echt mega fan daarvan. Ik dacht, ik zou dit wel echt super leuk en origineel vinden om te krijgen. Ik zou er zelf niet zo snel over nadenken om zoiets te geven. Maar dat vond ik sowieso wel echt. Bij dat winkeltje. Daar hadden ze echt allemaal zulke leuke cadeautjes waar ik, ja, eerste instantie, ik denk altijd aan parfum of aan geurkaarsen, aan dingen voor in huis en zo. Maar ik zou niet zo heel snel, ja, je denkt toch aan wijn, weet je wel. Maar niet heel snel aan dat je ook nog verder kan qua eten dan chocola of wijn. In ieder geval, ja, misschien ben ik het hoor. Maar goed, ik ga mijn make-up eraf halen. Saskia die belt me zo, want die was Wie is de Mol aan het kijken. En ik wilde me echt heel veel concentreren op het editen. Dus we hebben opgehangen. Maar nu belt over een kwartiertje of zo. Want die zit nu de laatste aflevering te kijken. Maar ik heb die al gezien. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Want het was echt een lijpe aflevering. Maar goed, als jullie deze vlog zien, zijn we alweer een aflevering verder. Ik ben wel benieuwd. Laat in de reacties weten wie jij verdenkt als mol. Ik hoop gewoon heel stiekem dat Nikki het is. Of Tigo of Ellie. Want ik wil gewoon dat niemand van hun eruit gaat. Deze drie moeten er gewoon tot het eind in blijven. Dat, ja. Ik vind echt dat er leuke mensen meedoen dit jaar. Echt heel, heel leuk. En toen was mijn kaart vol. Het gaat allemaal lekker vandaag. Mijn camera overfit, mijn kaart vol. Het is echt tijd om te gaan slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden om naar te kijken. En dan zie ik jullie heel graag vrijdag weer met een nieuwe vlog. Of een video. Maar waarschijnlijk een vlog. Doei doei.